Goedemorgen allemaal. Vandaag 25 maart. Je zal het niet willen geloven, Lucille, maar vandaag gaat het over relaties. Ik wist het niet. Lucille en ik mailen elkaar niet elke dag, maar ik wil het graag hebben vandaag over relaties. Vorige week genoten van Samuel. En toen Pastor Tim toen vorige week zei, we dragen de fakkel over aan de nieuwe generatie. Ik ben 6 jaar jonger dan Pastor Tim. Vind je dat niet leuk? Ik ben niet helemaal de jongste generatie, maar ik ben wel een stuk jonger. En ik heb ervan genoten vorige week. Ik zat daar ergens en ik hoorde dat. Toen dacht ik, yes, ik mag weer. Erik, ik brom. En ik wil niet brommen. Beter zo? Ja, hè? Dus ik hoorde dat de nieuwe generatie, die fakkel wordt overgedragen. Dus vandaar dat dit misschien wel een van mijn laatste preken is. Want ik hoor ook bij die opa's die het fakkel gaan overdragen. Maar weet je, het is goed om in een gemeente verschillende generaties te hebben. Want ik geloof namelijk dat God een God is van generaties. En als hij belofte geeft, dan geeft hij ze niet alleen aan de opa's. Maar hij geeft het door aan de kinderen en aan de kinderen en aan de kinderen. En daarom is het belangrijk dat wat we doen met de kinderen, want daar zie je straks de erfenis in komen. En een maand geleden, voor degene die dat nog weet, heb ik gesproken over de geur van Christus. Kan je nog herinneren? Old Spice. Old Spice. Voor degene die er waren, die weten wat ik bedoel. Een paar weken later heb ik gesproken over de smaak van Christus. Sambal. Weet je nog? Vandaag wil ik spreken over het beeld van Christus. Over wie wij zijn in Christus. Want ik geloof namelijk als je dat goed weet. En dat is iets wat ik graag goed wil dat ik het weet. Dus ik spreek niet alleen voor jullie. Ik spreek ook voor mezelf. Want ik wil zo graag dat ik weet wie ik ben in Christus. Want ik heb in Christus heb ik autoriteit. Maar ik heb ook een taak te doen. Ik ben iemand. Ik wil graag dat hij zichtbaar wordt door mij heen. En ik ben eigenlijk een beetje verdrietig van de week. Ik kijk wel eens naar het journaal en dan hoorde ik de groot mufti van Egypte. Dat is een moslimleider. Die sprak namelijk, toen hij had gehoord dat de paus van de Grieks-Orthodoxe kerk overleden was. Toen zei hij, ik hoop dat die brandt in de hel. En toen dacht ik, het zegt meer van jou dan wat je gelooft. Weet je, dat zijn geen woorden die bij Christus vandaan komen. Want woorden die bij Christus vandaan komen, die zeggen nooit, ik hoop dat hij brandt in de hel. Daarna kwam dat hele drama in Frankrijk. Een jonge man die met zijn gevoelens niet weet hoe hij om moet gaan en Joodse mensen doodschiet, maar ook zwarte soldaten. Omdat hij niet aan kan dat mensen anders zijn dan hij dacht dat ze moesten zijn. En wat een waste, ik dacht van de week, wat verschrikkelijk. Kijk, het is voor de jongen verschrikkelijk dat hij dood is. Maar als hij had geleefd, had hij zijn leven lang in een cel in Frankrijk gezeten. Voor wat? Voor haat. Voor niet eens voor religie, broeders en zusters. Ik heb gewoond in de moslimwereld. Ik heb geleefd in de moslimwereld. Ik heb gebeden in de moslimwereld. Maar dit is niet religie. Dit is haat. En haat brengt ons altijd bij de dood. Haat brengt ons nooit bij Christus. Haat brengt ons niet dichter bij God. Maar haat brengt ons verder weg dan van iets anders af. En ik doe het me verdriet dat ik zie dat zulke dingen gebeuren. Aan de andere kant denk ik, er is zoveel liefde van God. Voor iedereen. Ik heb de eer gehad om in een moslimland in een sauna het evangelie te mogen brengen. Dat is heel bijzonder, want je zou zeggen, waarom doe je in een moslimland, breng je in de sauna het evangelie? Dat is namelijk de enige plek waar geen stroom is, waar we niet afgeluisterd konden worden. En ik heb nog nooit in mijn blote gat het evangelie gebracht, want in de sauna in Oezbekistan, daar hebben ze geen zwembroek aan, de mannen. De vrouwen worden naar huis gestuurd, de Russische vrouwen die daar werken, die krijgen $10 om weg te wezen, zodat wij het evangelie konden delen aan elkaar. En eigenlijk wat onze zus straks zei, deze mensen zijn op zoek naar relatie. Ik heb voor de eerste keer verteld daar dat God mijn vader was. En er kwam een Oezbeek naar mij toe en hij zei, are you really talking about the father? I said, yes I am. En hij zei, but he's going to punish you. I said, no, he loves me. En ik kon het uitleggen. En ik kon het uitleggen dat de liefde van God niet is om mij te straffen, maar dat hij mij lief heeft.
Weet je, de tranen van ontroering liepen over zijn wangen. Hij had het nog nooit gehoord. Hij zei, in mijn religie zit geen liefde, er zit de wet. Ik zeg tegen hem, wij hebben ook een religie. En daar zat heel veel straf in. Maar iemand is gekomen en heeft die straf gedragen. Oh, hij zei, ik weet wie het is David. Ik zei, nee, die was het niet. Hij had van David gehoord. Toen dacht hij, nog een gok, Salomo. Ik zei, nee, Salomo ook niet. Nog later. En hij nog meer nadenken. Hij zei, maar hij had de volgende een beetje verkeerd. Abraham. Ik zei, nee, Abraham ook niet. Ik zeg, maar nog meer later. Toen zei hij, ik weet het niet. Ik zei, Isa. Isa. Hij zei, Jezus? Ik zei, ja. Hij is degene die gekomen is om de bitterheid en de boosheid weg te halen. En ik kan je vandaag vertellen over het verhaal van de verloren zoon. Ik heb nog nooit zoveel Oezbeek mannen zien huilen onder het verhaal van de verloren zoon. Dat je alles kan verprutsen, dat je alles kan verspelen, maar je komt thuis en de vader staat op de uitkijk naar je te kijken. En hij zegt, slacht het kalf, haal ringen, haal wijn, haal gebraden kip, want er is feest. Mijn zoon was verloren, mijn dochter was verloren, maar ze is thuisgekomen. En hij zegt, en dan? Ik zeg, nee, dan is er niks meer, dan is er feest. Maar als je gewend bent dat er straf moet zijn en dat er dan, boete moet zijn voor die straf, dan ben je niet gewend om vergeving zomaar te accepteren. En wat ik van de week hoorde, wat de Mufti zei, toen dacht ik, man, wat zit je vast in je bitterheid. Dat je zelfs op het sterfbed van een van je collega's, geestelijk leiders, niet eens kan zeggen iets wat positief is, maar dat je negatief moet zijn over een ander. Ten alle tijden, omdat je wil dat jouw godsdienst, jouw religie bovenaan komt te staan. Ik zou je dit zeggen, ik weet niet wat hier gaat gebeuren in de toekomst, maar één ding weet ik wel. Er zijn geweldige beloftes voor Egypte. Er zijn geweldige beloftes voor het Midden-Oosten, wat God gaat doen. En hij is degene die gaat samenbrengen dat wat samen hoort. Hij is bezig zijn lichaam van Christus te bouwen, neer te zetten. Zodat het vaststaat, zodat het een identiteit heeft. En die identiteit is geen bitterheid. Die identiteit is niet, ik hoop dat hij rot in de hel. Maar die identiteit is, ik hoop dat hij leeft bij hem, onze hemelse vader. En dat is iets wat ik vandaag over wou spreken. Ik wou spreken over relaties. Ik wou spreken over wat... Want zuster zei het al, iedereen is op zoek naar een relatie. Als je nou single bent en je bent 35 of 30, dan denk je, ik moet opschieten met de relatie, want straks dan... Ja, dan ben ik te laat. Hè? Want je hebt een biologische klok. Nou, mensen zitten in allerlei fases. Ik heb mensen die zijn bezig hun relatie te verbreken. Dat is ook een relatie. Alleen die zijn ze uit elkaar aan het halen. Omdat ze zeggen, ja, die een gaat naar links en de ander gaat naar rechts. En we passen niet meer bij elkaar. We zijn uitgesproken. Dat is jammer. Dat is heel jammer. Maar iedereen heeft iets met relaties. Degene die op zoek zijn naar relaties, die moeten aanstaande zaterdag naar de seminar komen. En dan moet je iemand meebrengen met wie je een relatie wil. Of dat mag natuurlijk ook. Dat dacht ik aan. Ik zat daar. Ik denk, dat lijkt me een leuk idee. Je gaat van de week naar je collega. En je zegt, collega, heb jij zaterdag wat te doen? Dan zegt hij, nee. Ik wel. Ga jij met me mee? En als je dan vast hem ook mee, of haar natuurlijk, ligt eraan wie je bent. Dan heb je vast potentieel... T.D. Jakes die gaat spreken, zie ik. Het is een DVD van T.J. Jakes. Ik kan het je van harte aanbevelen. Hij is een van mijn favorieten. Ik luister heel graag naar hem. Hij is een man gods die woont in Amerika. En hij heeft de gave om het woord heel duidelijk te brengen. En heel goed en helder uit te leggen. Goed, gesproken over de geur van Christus. Een paar weken geleden over de smaak van Christus. Vandaag wil ik het hebben over het beeld van Christus. Als u een Bijbel hebt, wilt u opslaan, Johannes. Het evangelie volgens Johannes. Johannes 1. Dus niet 1 Johannes, maar gewoon Johannes. Vlak achter Lucas staat dat, hè? Vlak voor Handelingen, voor degene die niet duimgrepen hebben. En ik lees vandaag uit de Nieuwe Vertaling.
Er staat boven: het woord is mens geworden. Vers 1. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan. En zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het woord was het leven. En het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet haar macht gekregen. Er kwam iemand die door God was gezonden. Hij heette Johannes. Hij kwam als een getuige om van het licht te getuigen. Opdat iedereen door hem zou geloven. Hij was niet zelf het licht. Maar hij was er om te getuigen van het licht. Het ware licht. Dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. Het woord was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan. En toch kende de wereld hem niet. Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren, hebben hem niet ontvangen. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Ze zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit een lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. Het woord, vers 14, is mens geworden en heeft bij ons gewoond. Eerst in Bethlehem en later in Jeruzalem. Vol van goedheid en waarheid. En wij hebben zijn grootheid gezien. De grootheid van de enige zoon van de Vader. Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: het is over wie ik zei, die na mij komt is meer dan ik. Want hij was er voor mij. Dit heeft Johannes gezegd. Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er reeds voor mij. Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid oversteld. De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige zoon die zelf God is, die aan de hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. Toen ik van de week dit stuk las, toen dacht ik, wat bijzonder. Johannes de Doper, die voor de Heer Jezus uitging als een plaatsbereider, als iemand die de weg baant, zodat hij kan zeggen, het gaat niet om mij, maar het gaat om hem die achter mij komt. Johannes spreekt hier over de Heer Jezus. En hij zegt op een gegeven ogenblik, hij was er al, hij is meerdere dan ik, want hij was er al voordat ik er was. En dat is wel bijzonder, want we weten van deze twee mannen heel veel. Deze twee mannen namelijk, hun moeders waren familie van elkaar. En u kent allemaal het verhaal zo rond Kerstmis, dat Maria, die gevlucht is voor de schande, vlucht naar haar tante. U kent het verhaal vast nog wel. En dan staan die twee zwangere vrouwen met hun buikjes tegen elkaar. Tenminste, dat stel ik me dan zo voor. En dan staat er in de Bijbel dat Johannes sprong op in de schoot van zijn moeder. Dat verzin ik niet, dat staat in de Bijbel. De Heilige Geest in hem sprak tot het babytje en zei, diegene die voor je staat in de buik aan de andere kant, dat is de reden waar het om gaat. Ik kan het zo voor me zien. We waren gisteren op strand, Sarah en wij met z'n allen. En ik weet niet hoe het kwam. Ik was bezig met de preek van vandaag. Ik heb al 5 vrouwen gezien met een buik. Kijk, ik heb ook een buik, maar die is niet zwanger. Maar ik heb al 5 vrouwen gezien met een buik. En elke keer zei Sarah tegen mij, Tio, die vrouw die is zwanger. Ik zei, ja, ik zie het. Even later, Tio. Die vrouw die is zwanger. Ik zei, ik zie het. En wat hier gebeurde, is dat Maria staat voor haar tante. En die twee buiken, dat stel ik me dan zo voor. Hè, dat staat niet in de Bijbel. Dat laatste verzin ik erbij. Die twee buiken zitten tegen elkaar aan. En de ene buik zegt tegen de andere buik, jij was er eerder als ik. Jij was er eerder als ik. En hier staat het. Johannes die zegt, het gaat om hem. Hij is het licht. Ik ben degene die mag vertellen wat het licht is. En dat vind ik dan zo mooi. We gaan even door met lezen. We slaan even een stukje over. Dan gaan we verder in vers 29. De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen. En hij zei, daar is het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het over wie ik zei. Na mij komt iemand die meer is dan ik. Want hij was er al voor mij. Ook ik wist niet wie hij was. Maar ik kwam met water dopen, opdat hij aan Israël geopenbaard zou worden. Dus Johannes wist heel goed wat zijn taak was. Hij kwam om te dopen met water. En Johannes getuigde. Ik heb de geest als een duif uit de hemel zien nederdalen. En hij bleef op hem rusten.
Nog wist ik niet wie hij was. Maar hij die mij gezonden heeft, dat is dus God, om het water te dopen, zei tegen mij. Dus Johannes de Doper was in staat om Gods woord te herkennen en zijn stem. Want hij zegt, hij die mij gezonden heeft, om mij met water te dopen, zei tegen mij, wanneer je ziet dat de geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de Heilige Geest. En ik heb gezien en ik getuig dat hij de Zoon van God is. Goede dienst, Pastor Tuim. Goed en van de bouw. De volgende dag stond Johannes op. En hij stond er weer met twee van zijn leerlingen. En toen hij Jezus voorbij zag komen, zei hij, daar is het Lam God. Johannes de Doper had een hele belangrijke taak, broeders en zusters. Hij is degene geweest die de voorloper is geweest. En hij heeft, mag ik het zo zeggen, vandaag de grote doop is die mee begonnen. Maar hij zei elke keer, degene die na mij komt, die er dus al was voordat hij er was, dat is degene die u gaat dopen in de geest. De Heer Jezus is gekomen om ons de Vader te doen kennen, staat er. In het laatste vers, dat is vers 10. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, dat is de Heer Jezus, die zelf God is. Dat is die geweldige moeilijke constructie, de drie-eenheid. Vader, Zoon en Geest zijn één en toch zijn ze verschillend. Die aan het hart van de Vader rust. Hoor je dat? Die aan het hart van de Vader rust. Kan je een beetje vergelijken met opa zijn. Ik ben opa. En als mijn kleinkinderen naar Curaçao komen, dan, als ik ze dan vasthoud, dan hou ik ze niet zo vast. Zo. We gaan naar het strand, dan hou ik ze niet zo vast. Nee, ik heb een kleine schoondochter en die druk ik tegen mij aan. Tegen mijn hart. Zodat haar hart en mijn hart tegen me aankloppen. En dat vindt ze fijn. Dan slaat ze de armpjes om me heen. En dan zegt ze, opa, krijg ik nou een ijsje? Ze weet precies hoe ze dat moet doen. Geen één vader loopt zo met zijn kind. Heb ik nog nooit gezien. En de Heer Jezus staat hier. Die was zo dicht bij zijn hemelse Vader. Dat hij lag aan de borst van de Vader. Nou, als je iemand aan de borst doet. Dat is als je verkering hebt, hè. Dan, ik ben iets groter als Rob. Toen wij pas, doen we nog wat trouwens. Toen wij pas verkering hadden, vond ik het heerlijk als ze hier ging liggen tegen mijn borst. Ik vond het niet lekker dat ze op mijn rug ging liggen. Ik vond het ook niet leuk als ze bijvoorbeeld iets anders ging doen. Ik vond het lekker dat ze tegen mijn borst aan lag. Dat gaf mij het gevoel, ik ben iets groter. Ik moet voor haar zorgen. Ze kan het zelf niet aan. Dat verzin ik allemaal zelf, hoor. Ik heb een enorme fantasie, dat zal u gemerkt hebben. Maar... En dan denk ik, ja, ze moet straks tafels weghalen. Dat lukt ook al niet, het zwakke geslacht. En dan voel ik me echt, dan denk ik, oh, wat ben ik toch sterk en zo. Weet je wel, en dan, het is maar goed dat ze mij hebt. Ze mag wel blij zijn, dat denk ik dan vaak, weet je. Aan de borst liggen heeft iets te maken met liefde, toch? Aan de borst liggen heeft te maken van, ik hou van je. Ik wil bij je zijn. Ik wil je beschermen. En hier staat dat de hemelse Vader, die drukte de Heer Jezus tegen zijn borst. Want het is namelijk zo, de Heer Jezus was naar de aarde gekomen, broers en zussen, en dat weet u vast wel, om de identiteit van de Vader te openbaren. Kijk, even terug naar het paradijs. Toen Adam en Eva in het paradijs waren, ze waren geschapen naar het beeld van God. Dat staat ook in Genesis. Ze zijn geschapen naar het beeld van God. En God sprak zelfs aan het eind van de schepping, het is goed. Dus ze waren goed. God zei, jullie zijn een goed. En ze waren geschapen naar het beeld van ons, staat er eigenlijk. Niet eens het beeld van God. Dus je mag zo zeggen, in de eerste schepping zit iets van God. Iets moois, iets puurs, iets goddelijks. Want hij zei, we maken mensen naar ons beeld. Naar ons beeld en gelijkenis, staat er. Dus het lijkt erop. En ik denk, wat mooi als dat zo was, had kunnen blijven. Dat we alles wat in ons was, dat lijkt op God. Maar ik wil je teleurstellen. Nee, ik moet je teleurstellen. Dat wil ik niet, dat moet ik je teleurstellen. Er is iets goed fout gegaan. Iemand heeft de relatie verbroken. De relatie is op het spel gezet. Door eigen eer. Door... Waarom zouden wij niet hem gelijk zijn? Waarom kan ik niet de baas zijn? Door heersen in plaats van te dienen.
Want God had hun een opdracht gegeven. En hij zei, je mag regeren over de hele schepping. En je mag besturen. En je mag leiding geven. Je mag namen geven. En had een prachtig plan voor Adam en Eva bedacht. Maar wij mensen, broeders en zusters, want we geven niet de schuld aan de vrouw. We geven, het lag bij de mens. Ik heb al eerder gezegd, Adam had voor Eva moeten staan. En hij had voor Eva moeten staan en zeggen, Eva, kom even dicht bij mijn borst. Wat zei Satan over die appel? En had ze willen zeggen, ja, hij zei dat de appel heel mooi was. Dan had Adam moeten zeggen, Eva, blijf maar dicht tegen mijn borst. Zodat je niet luistert naar de leugenaar. Maar weet je wat de mannen toen al deden? Een stapje terug. Oh, heb je door? De mannen gingen een stapje terug en Adam dacht, ik moet eens even kijken hoe het met het visweer is aan de andere kant van de oever. En Eva stond daar in de uppie. Die was de hele bescherming kwijt. En Eva stond daar en die slang die begon over van, is het niet slim om gelijk te zijn aan God? Zou het niet handig zijn als je dezelfde kennis had als God? En in plaats dat Adam erbij staat en zegt, Eva, nee, dat doen we niet, keek hij naar de andere kant wat het visweer was in de Eufraat. En hij dacht, zo, dat wordt morgen een goede paling. In plaats, het is toen al fout gegaan, broeders en zusters. En 2000 jaar later moet Romy zeggen, broeders, doe een stap naar voren. En dat geldt ook voor mezelf. Want soms zie ik die zusters daar rommelen met die dingen. Dan denk ik, welke van de broeders helpt haar nou even? In plaats van naar mezelf te kijken. Oh, wat zit dat in ons? Wat zit dat in ons? Dat we denken, laat die anderen het maar doen. In plaats van dat we zelf een stap vooruit gaan. Ik geef geen schuld. Ik zeg alleen één ding. We zijn dat goddelijke wat in ons zat, zijn we kwijtgeraakt. Daarom is de Mufti vandaag in staat om te zeggen, ik hoop dat hij brandt in de hel. Dat komt niet van God, durf ik gerust te zeggen. Dat is van de tegenpartij. De tegenpartij wil dat mensen rotten in de hel. En dat ze branden voor eeuwig, want hij weet wat het is. Ik durf gerust te zeggen vandaag, hij weet wat het is, want hij weet dat hij er ook naartoe gaat. Dus hij wil zoveel mogelijk mensen om zich heen hebben, zodat het niet zo pijnlijk voelt. Maar God kwam met een hele andere gedachte. En door de hele Oude Testament heen, ook trouwens een mooi woord dacht ik van de week, testament. Moet je je voorstellen, je zit morgen op je kantoor, Deborah, en je wordt gebeld door de notaris. De notaris zegt, ja, hallo, is dit AVM? Ja, mag ik even mevrouw Deborah? Mevrouw Deborah, ik heb goed nieuws voor u. Ja, er ligt hier voor u een testament. Nou, Deborah, ik weet niet wat jij gaat doen, maar je belt Michel en je stapt in die blauwe auto en je rijdt naar de notaris. En je zegt tegen de notaris, notaris, u hebt net gebeld. U hebt voor mij een testament. Wilt u hem openen? En de notaris zet dan altijd een bril op. Hè? Notaris heeft altijd een bril. Zet een brilletje op. En dan kijkt hij en dan zegt hij, mevrouw, ik heb goed nieuws voor u. Uw oom in, laten we even zeggen, Amerika heeft u nagelaten 80 miljoen. Dat zou je kunnen gebeuren. Nou, ik weet zeker dat Deborah denkt, vandaag geen AVM. Die gaat met Michel de restaurants af. En 4-gangen menu's hier en 3-gangen menu's daar. En ze gaan naar het plein, het Brionplein, en drinken van die lekkere shakes. En ze gaan van de ene plek naar de andere. En als haar vader belt van, ga je nog terug naar het werk? Dan zegt ze, vandaag niet, ik heb vandaag andere dingen te doen. Het testament is geopend. Het testament is geopend. Het Oude Testament had te maken met de rijkdom die God wil geven. Alleen elke keer als God belde, als je even zo plastisch mag voorstellen, zeiden wij, we hebben geen tijd, we zijn bezig met andere dingen. God die wou constant vertellen hoeveel die van ons hield. Maar wij waren niet in staat om te luisteren. De mannen waren nog steeds met het vissen bezig en de vrouwen met de tafels. En we hadden helemaal geen tijd om te luisteren. Onze oren zaten dicht, broeders en zusters. Ons hart was van steen. We waren vergeten wat het was om tegen het vaderhart te liggen. We waren vergeten wat het was om dat iemand tegen ons zei, je bent mijn geliefde, ik hou van je. Dat kenden we niet. Dat waren we kwijtgeraakt. In de hele Oude Testament hebben we één ding geleerd. God is boos. En we moeten zijn wet houden. En als je zijn wet niet kan houden, moet je met een geit naar de tempel. Dat hadden we geleerd. En God die verlangde zo naar relatie. Er staat zelfs in het Oude Testament, ik vind dat een van de mooiste teksten. Onthoud hem maar. Ik had gedacht dat je mijn vader zou noemen. Vind je dat niet mooi?
Ik werk met kinderen. Wij werken met kinderen. Kinderen die in een kinderthuis zitten, die noemen nooit iemand van de tantes en de tio's papa of mama. Dat doen ze niet. Want die komen 8 uur en die gaan weer naar huis. Dan komt de volgende tante of de tio. En die werkt 8 uur en die gaat weer naar huis. En wat je ziet, tussen kinderen die in een kinderthuis wonen, die bouwen geen relatie op met die tante en die tio. Want die verdwijnt. En daarom noemen ze hem ook tante of tio. Maar weet je wat nou het leuke is? Waar zit samen wel? Samen wel, steek je hand eens op. Samen met Galina, die hebben 4 van die kleine konuiten uit Hebron in huis genomen. En binnen een paar maanden hoorde ik de een van de jongsten zeggen, papa, hier in de gang. En ik stond erbij en ik keek ernaar. Ik denk, wat krijgen we nou? Ik ken dat meisje. 5 jaar of 4 jaar mee gewerkt, ken ze heel goed. Ze zei altijd Tio Kees tegen mij. Dan komt er zo'n lange man uit de Achterhoek, met zo'n blonde vrouw. En zo'n grote Deense dog. En dan gaat dat meisje zegt tegen hem papa en tegen haar mama. Ze logeert dit weekend bij ons. Vanmorgen liet ze de Bijbel zien. En ze zei, Tio, moet nagaan hoe dat steekt, hè. Tio, kijk even voorin, dit is mijn Bijbel. En ik kijk en ik zeg, hoe kom je daar dan aan? Een hele mooie nieuwe Bijbel heb ze gekregen. En toen zei ze, die heb ik gekregen van mijn opa en oma. Ik zeg, heb jij een opa en oma dan? Ik was echt helemaal zoiets. Ja, zei ze, dat is de moeder van Galina. Oh, 4 jaar voor gezorgd. Tio Kees. Zo'n lange man uit de Achterhoek met een Deense dog. Ik ben niet jaloers, Sam. Dat is de nieuwe generatie. Die is in één keer papa. En zijn ouders en haar ouders zijn hun grootouders. Ik heb er vanmorgen bij gestaan. Dus deze preek is ook heel laat geboren. Toen dacht ik, ja. Elk mens is op zoek naar relatie. Omdat God op zoek is naar relatie. Hij heeft dat in ons gelegd. Maar door alle, laat ik het zeggen, mist van het Oude Testament. Dat we bij de notaris kwamen en dat de notaris zei, u kan de prijs wel krijgen, maar heb je de hele wet gehouden? En dan moesten we elke keer opnieuw zeggen, nou, we hebben heel veel van de wet gehouden, maar niet alles. En dan zegt hij, dan kunt u de prijs niet krijgen. Want de beloning van het Oude Testament is voor hen die de wet volledig kunnen houden. En we gingen naar huis. Terug naar de AVM. Gewoon ons werk doen wat we moeten doen. En we waren verslagen. Want we hadden het niet gehaald. Maar broeders en zusters, ik heb goed nieuws vandaag. De Heer Jezus die is gekomen, gestuurd door de Vader. En hij heeft gezegd, ga naar de aarde. En laat zien wie ik ben. Ik heb wat meegenomen. Ik heb eens vaker verteld over mijn vader. Hè? Dat weten jullie onderhand wel. Zo'n politieagent, heel groot, pet. En dacht ik, ja, maar jullie hebben hem nog nooit gezien. En als jullie hem nog nooit gezien hebben, want hij is dan in de hemel. Toen dacht ik, weet je wat ik doe? Ik neem even een foto van hem mee. Dat is leuk voor jullie. Kunnen jullie zien hoe hij eruit ziet. Dit is mijn vader. Dit was mijn vader. Nee, eigenlijk blijft hij mijn vader. Alleen hij is niet meer hier. Hij is boven, bij de hemel. Hij heeft een heel groot zwaard. En die witte mevrouw in die mooie jurk daarnaast is mijn moeder. En hun tweeën samen, laat ik het heel plat zeggen, vanmorgen hebben gevreden. En daar ben ik uitgekomen. Ik ben het vrucht van hun liefde. Misschien schokkend voor sommigen, maar ze wouden zo graag een kindje, dat ze zeiden, nou, we doen het zwaard maar af. Als je snapt wat ik bedoel. En ze zijn getrouwd en 10 jaar later ben ik geboren. Dit zijn mijn ouders. En het DNA van hun tweeën, dat loopt in mijn lijf. En soms zegt Robin dat tegen mij, dan zit ik op een bepaalde manier, dan zegt ze, man, wat lijkt je op je vader. Weet je wel? Dat is dan liefdevol bedoeld, hè? Dat is dan niet dat mijn vader niet knap is, want hij is heel knap. Maar was heel knap. Maar er zit inderdaad iets van hem in mij. Ik herken dat. Dat is leuk, hè? Dit zijn mijn ouders. Kunt u het zien achterin straks? Moet je straks maar even komen kijken. Goed, volgende. Die twee die hebben samen dus een kindje gekregen en dat is dit. Zie, dit zijn wij. Dat zou je niet geloven, met die lange haren, dat was ik. En dat knappe, slanke ding daarnaast, dat was Romy. Dat is ze nog trouwens, maar dit was ik. En dat DNA van die twee oudjes, dat loopt in dit door. En dat is het beeld van Kees en Romy. Want dat is het beeld van Stijnie en Wim. De strenge politieagent die de Heer Jezus heeft leren kennen. En zijn kinderen heeft laten zien dat er een relatie mogelijk is. Dit zijn wij. 36 jaar geleden. Er zit ook al wat stof op de voorkant. En die twee hebben regelmatig samen gevreden. En daar is dit het resultaat van. Geboren uit onze liefde. Wij hebben nooit nagedacht over
omdat wij een goede relatie hebben, wat zal dat betekenen voor onze kinderen? Wij hebben gewoon een goede relatie en dan gebeurt er wel eens wat. Stroom valt uit, noem maar op wat er gebeurt. En dan komt dit. En dat is ook alweer getrouwd. Dit is een trouwfoto. En daar komen ook weer de kindertjes van. Dit is het beeld van de familie. Dit is het beeld. En de Heer Jezus is eigenlijk naar de aarde gekomen, dacht ik van de week, om tegen de discipelen te zeggen, wil je de vader zien? Wil je de vader zien? Kijk, dit is... En toen ze op het feest kwamen met de wijn en de wijn was helemaal op. En Maria dacht, oh, wat een gastvrouw. De wijn is op. En dan gaat ze naar de Heer Jezus en dan zegt de Heer Jezus, de wijn is op. En de Heer Jezus zegt eigenlijk dit. Ik ga de vader laten zien. Ik ga de vader laten zien. En hij zegt tegen de discipelen, vul die kruiken op. Tijdje later bij Jairus, u kent allemaal dat verhaal. Jairus die is helemaal geschokt. En Jairus die rent naar de Heer Jezus en zegt, kom alsjeblieft gauw bij me thuis, want ze is hartstikke ziek. En hij wordt tegengehouden door allerlei mensen. En hij komt te laat. En als hij te laat komt, dan zegt hij tegen Jairus, Jairus, mag ik je de vader laten zien? Mag ik je de vader laten zien? En Jairus die zegt, nou dat weet ik niet, maar één ding weet ik wel, u bent te laat. Hij zegt, ik ben niet te laat, ik kom de vader laten zien. Oh, dat vind ik zo'n mooi verhaal, hè? Elke keer opnieuw als de discipelen zeiden, Heer Jezus, doe me rustig. Oh ja, van de week ook gezien. Prachtig verhaal van Martha en Maria. Oh ja, rustig. Martha en Maria, en die hadden een boodschap, een soort telex, uitgestuurd naar de Heer Jezus. Wij zouden tegenwoordig een sms'je doen en de Heer Jezus had geen beltegoed. Hij kon niet terugbellen. En hij komt te laat, staat er. En dat staat op YouTube. Kijk maar eens, het heet 3 Days Late. En dan komt hij daar... En dan zie je Maria en Martha en dan zeggen ze, het is te laat. En dan zegt de Heer Jezus, nee, mag ik de Vader laten zien? Keer op keer in het Nieuwe Testament, broeders en zusters, is die niet te laat. Maar zegt hij, mag ik de Vader laten zien? Wil je me zien? Wil je even dat ik even laat zien wat hij kan? En tot aan het laatste ademnood, toen die hing aan het kruis en toen die ene, hoe heet zo'n man? Criminal, misdadiger, zei, als u macht hebt, kom van dat kruis en verlos ons en u. En toen zei die andere, wilt u mij gedenken als u in uw koninkrijk bent? Toen zei die, mag ik de vader laten zien? Toen hij zijn armen heel wijd deed voor u en mij. Toen zei die, mag ik de vader laten zien? Wil je hem zien? Wil je hem zien wie die is? Wil je hem zien wat hij voor je doet? Wat u voor je wil betekenen, mag ik hem laten zien aan jou? En toen ik dat dacht, dacht ik, oh, al die jaren heeft hij naar mij verlangd. Dus het moment dat ik mijn knieën boog voor koning Jezus. Ik was een jaar of 17, het was in Soest, ik weet het nog. En van de week heb ik een man gesproken, die logeerde bij Pastor Time. Die was daarbij. Hij is ook nu ondertussen een oude man geworden. Maar hij kon zich nog herinneren dat we samen gebeden hadden de hele nacht. En hij zei, je gaat nog steeds strong, hè? You're still going strong. Ik zei, man, we're going up to the 60s. We gaan nog steeds sterk door. En ik kan me nog herinneren, het moment dat ik mijn knieën boog voor koning Jezus. En mijn aardse vader was me net ontvallen. Die hadden we weggedragen in een kist, in een graf. Het lichaam was op, en kon niet meer voor ons zorgen. Maar hij had een belofte nagelaten, mijn vader. Mijn vader had gezegd, Kees, op een dag kan ik niet meer voor je zorgen. Maar ik zal je één ding vertellen. Ik heb je gewezen naar de hemelse vader. Mijn aardse vader was ziek. Die kon mij niet tegen zijn borstkas drukken. Dat lukte niet. Want hij lag aan zuurstof. Hij lag op bed. Hij had slangen van die grote tanken zo direct naar zijn neus. Om te kunnen ademhalen. Dus als ik als klein jongetje wel eens dacht, ik zou best bij mijn vader even een tijdje op bed willen zitten, dan deed hij wel eens zijn arm om me heen. Dat is alles wat hij had kunnen doen. Hij heeft me nooit tegen zijn borst kunnen drukken. Maar hij heeft me verteld dat er op een dag, als hij er niet meer zou zijn, wat mijn vader gedaan heeft, hij heeft me het beeld van de vader laten zien. De hemelse vader, die voor u en mij wil zorgen. Op een manier waar onze aardse vaders niet eens aan kunnen tippen. Waar ze gewoon niet eens aan kunnen dromen. Zo goed is het. En hij heeft gelijk gehad. Mijn vader heeft gelijk gehad. Veel mensen kennen God als de God die streng is. Als de God die straft. Ik heb vroeger wel eens gedacht dat God staat op een stoel. En hij kijkt neer op mensen. En dan eisen dat hij aanbeden wordt. En dan laten we er rekening mee moeten houden met zijn grootheid. Hij overziet alles.
En hij straft je als je niet de goede richting opgaat. Maar dat doet hij uit liefde, dat straffen. Hij moet wel uit liefde straffen. Want we zijn ongehoorzame kinderen die goed moeten luisteren. Want als we ongehoorzaam zijn, dan stellen we God teleur. Maar als we hem teleurstellen, dan wijst hij ons af. Waarom zeg ik dit? Omdat aardse vaders dat soort dingen wel eens doen. Ik merkte een paar weken geleden dat ik mijn dochter wel eens afgewezen had. Ze belde op. Ze zei, pap, er is een moment geweest toen ik 14 jaar was. Toen heeft hij mij afgewezen in liefde. Omdat hij bezig was met allerlei andere dingen, behalve met je eigen dochter. Als ik als vader te werk zou gaan, dan zou ik zeggen, schat, dat kan iedere man overkomen. Maar de geest in mij zei, Kees, ze heeft gelijk. Dus ik zei tegen haar, Petra, wil je mij vergeven? Ik heb er spijt van, had ik niet moeten doen. Ik zei, wat is er gebeurd? En ze zei, pap, ik dacht dat ik een prestatie moest leveren. Maar ik zocht relatie. Ik dacht dat ik het goed moest doen. En u wees mij af omdat ik het verkeerde koos. En ze zegt, dan mag ik zelf het woord brengen. Ze wordt gestuurd door dezelfde Heilige Geest die ook in u en in mij is. En ze zegt, zijn geest overtuigt met mijn geest dat ik een kind van God ben. En dat hebben we net gelezen. Dat mag ook. Daarom mag u en ik weten dat we een kind van God zijn. Dat we niet bezig zijn naar de verkeerde kant, we rollen naar de goede kant. Want hij zelf heeft ons lief. En dat zegt hij ook, hè? In het Nieuwe Testament zegt de Heer Jezus tegen de discipelen, zelfs de Vader heeft u zelf lief. Met andere woorden, hij is wel de middelaar, maar hij is de middelaar die terugstapt, die ene meter, waarom hij het net over had, zodat wij door kunnen gaan. De liefde voor u, die u hebt voor de hemelse Vader, die gaat via de Heer Jezus, maar hij gaat wel naar de Vader. En hij is degene waar het om draait. Hij is de Heer Jezus gezonden naar deze aarde als een middelaar, als onze heiland en onze verlosser. Soms is het goed om woorden na te denken. In het Oude Testament is het, er ligt een schat op u te wachten bij de notaris. En je komt er en je kan hem niet krijgen. Want ze zeggen, meneer van harte, heeft u de hele wet gehouden? Dan moet ik zeggen, nee. Er zijn een paar keer momenten geweest dat ik niet goed heb gehandeld. Dan krijgt u niet de prijs. Dan krijgt u niet uw beloning. In het Nieuwe Testament lag er een geweldige belofte. Een geweldige belofte. En toen u en ik bij de notaris kwamen, en we zeiden notaris, we komen onze prijs ophalen. Toen zei de notaris, er is net iemand geweest die heeft voor u de prijs betaald. Met andere woorden, de tekortkomingen zijn hetzelfde gebleven. Alleen er is iemand geweest in u en mijn plaats, die heeft uw schuld betaald. Alles is weg en u mag de prijs ontvangen. De Heer Jezus is gekomen om de Vader te openbaren. De Heer Jezus is gekomen naar deze aarde om te vertellen, gemeente van Iglesia Bidenobo, ik wil zo graag dat jullie zien wie ik werkelijk ben. Ik ben de God van liefde. Ik ben de God die van je houdt. Zelfs de Vader heeft u lief. Moet je nou aangaan. Als je nou van alles wat ik vanmorgen verteld heb, of nog ga vertellen, helemaal kwijt bent, is helemaal niet erg. Ik hoop dat je één ding onthoudt. Zelfs de Vader heeft u lief. En dan die tekst van het Oude Testament. Ik had gedacht dat je mijn vader zou noemen. Ik heb nooit gedacht dat Sarah mijn papa zou noemen. Maar toen ze tegen Samuel zei, en tegen Galina mama, toen dacht ik, wat gaaf. Wat gaaf. Wat is dat mooi. Als je je huis opent voor iemand, gaan ze papa tegen je zeggen. Dit weekend zijn ze bij ons. En ze noemen mij nog steeds Tio Kees. Want het is maar 3 dagen. Maar voor hun is het hele lange tijd. Dus je ziet het, iedereen is op zoek naar relaties. En als die relaties niet natuurlijk zijn, aangeboren, want er zit een behoorlijk kleurverschil tussen hun zessen, dan is het wel van op relatie. De relatie wil, een kind wil graag bij een familie horen. En een kind zegt dan papa, in de hoop dat de relatie dan wat langer zal duren. Want welk vader zal zijn kind uit huis sturen? Dat doe je toch niet? Welke moeder zal zijn kind niet te eten geven? Dat doe je toch niet? En daarom is het zo belangrijk, broeders en zusters, dat u bij uzelf zegt, ik ben een kind van God. Hij is mijn vader. Zou hij u dan wegsturen? Zou hij u dan afkeuren? Zou hij, die de hemelse vader is, die zoveel meer wijsheid heeft, u niet in zijn liefde aannemen? Ik ben ervan overtuigd.
nog een tekst voorlezen. Goed handelen, luister wat er staat, is het gevolg van het geloof. Niet de voorwaarde ertoe. Dus goed handelen is het gevolg van het geloof. Liefde, langmoedigheid, zachtmoedigheid en goedheid zijn de kenmerken van het leven dat vanuit het geloof vertrekt. Geloven is iets wat je moet doen, is een werkwoord. Juist het geloof werkt zichzelf uit in de liefde. En dit staat in Galaten 5 vers 6. Juist het geloof werkt zich uit in de liefde. En daarom mag je vanmorgen ook weten. Zeg je, ik geloof in de Heer Jezus. Dan mag je dat geloof in liefde uitwerken. En dat is een proces. Dat is een werkwoord. Dat gaat jaren mee. Ik ben nu al iets van 40 jaar christen. En ik merk steeds meer dat ik nog lang niet ben daar waar ik mag zijn. Maar één ding ben ik met Paulus onderweg naar het eind. En bij het eind is de Heer Jezus. En is het, hebben we straks over gezongen, is de hemel. En is de beloning die voor ons staat. Maar als ik geen goed beeld heb van mijn hemelse vader. Dan kan ik elke keer op die stoel staan en denken van. Ah, het ging net niet goed zeg. En dan heb je het gevoel dat je in een bocht zit met een auto zonder remmen. Weet je wel, dan denk je. Oeh, dit had ook goed verkeerd kunnen gaan. Dat zie je wel eens bij de hekken. Hè, dan rij je maandagsmorgens. Rij je hier op de Krakersbaai weg. En dan denk je, daar stond vorige week een bord. En daar was een huis wat heel was. Maar dan is er iemand, zijn remmen hebben niet helemaal gewerkt. En is hij de bocht uitgevlogen. Als je toch zo'n auto hebt, dan wil je toch naar de garage of niet? Dan wil je toch naar de garage zeggen, alsjeblieft, maak die remmen. Want het is niet mee te rijden met dat ding. Sommigen van ons die hebben een hele oude brik. Maar, en die blijven ermee rijden. Maar ja, dat is wat anders. Hè, Jacob? Prestatie zegt nee, je bent niet goed genoeg. God zegt, ik wil relatie. God wil relatie met u en met mij. Hij wil relatie met ons. Hij houdt van u op een manier dat je het zelf niet eens kan beseffen. En dat vind ik zo mooi. En als je dat wil zien, en als je dat ziet voor jezelf, dan zeg je, ah, ik ben een kind van God. Hij houdt van mij, hij zorgt voor mij, hij heeft mij helemaal lief. Laat me afsluiten met een paar hele mooie Engelse woorden die ik gelezen had. God can do the most amazing things at the most unexpected times, through the most unlikely sources, by the most unusual means, to bless us in the most delightful ways. En dat staat in 1 Koningen, Lord of God of Israel. There's no God in heaven above on earth below like you. Thus God can do the most amazing things at the most unexpected times through the most unlikely sources by the most unusual means to bless us in the most delightful ways. Ik vond het zo mooi. Ik zag dat van de week. Toen dacht ik, wat gaaf. Dat is de gedachte van God over u deze week. God wil u zegenen. Want hij houdt van u. Hij wil graag dat u een kind tegen uw borst drukt, maar hij wil graag dat u ook tegen hem aanzit. Hij wil relatie met u. God noemt u zijn kind. En ik hoop en ik geloof dat God dat deze week meer en meer in ons gestalte gaat geven. Zodat mensen zullen herkennen. Hey, jij hoort ook bij hem. En dat lukt heel vaak. Ik vind dat steeds helderder. Want we gaan andere woorden spreken. Als je zegt, ik wil graag dat mijn taal verandert, moet je je vullen met de Heilige Geest. Samuel heeft er vorige week over gesproken. Als je zegt, ik verlang meer naar de Heilige Geest, ik wil meer zijn stem verstaan. Net zoals Johannes de Doper. Dan daag ik je uit om te zeggen, Heiland, u bent degene die doopt met de Heilige Geest. Wilt u mij vullen met uw geest? Wilt u mij volmaken? Als je zegt, ik snap het niet, kom donderdagavond naar de Tinweg. Zeg ik het goed? Ja, donderdagavond. En laat je vullen met de Heilige Geest. Zodat je weet wat je mag zeggen. Zodat je andere woorden gaat spreken, broeders en zusters. Ik heb laatst al een keer gezegd, hè. Blijf niet knokken tegen het kwaad, maar vul je met het goede. Vul je met Gods woord. Zet andere muziek op in de auto. Als je iets rots hoort op de radio. Ik heb zo'n cassette recorder ding, hè. En dan stop ik zo'n opwekkingsbandje erin. Ze zijn 20 jaar oud, maakt niet uit. De woorden die eruit komen zijn woorden van leven. En soms hoor ik over de radio dood. En ik wil leven. Ik wil eeuwig leven. En die keuze, die ligt bij mij. Ik mag die knop indrukken. Ik mag die knop bedienen. Het is mijn auto. Het is mijn oude opwekkingsbandje. En ik daag je uit van de week
om u te vullen met God, met zijn woord. Lees het, luister naar goede muziek. Laat je beïnvloeden door het koninkrijk van boven. Zodat we andere woorden gaan spreken dan de mufti van Egypte. Zodat we zeggen, ik zegen uw broer, ik zegen uw zus. Ik heb je lief en tegen een kind, kom hier aan mijn hart. En ja, dan ga je geven. Dan ga je geven, dan krijg je een andere mentaliteit. Dan krijg je de mentaliteit van Christus. Dank u wel, Heer Jezus. U bent het grote voorbeeld. U heeft ons de Vader geopenbaard. U heeft verteld dat wij een relatie met uw hemelse Vader mogen hebben. Onze Vader die in de hemel is. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk gaat komen. U wil geschieden hier op de aarde, maar ook in de hemel. Dank u wel voor elke dag voor ons dagelijks brood. Dank u voor de zegening om in een land te mogen wonen waar de vrijheid is van godsdienst. En we bidden voor de overheid van Curaçao. Wilt u hun zegenen, omdat ze juiste beslissingen zullen nemen. We bidden u voor de leiders van dit land. We bidden u voor ons koninklijk huis. Wilt u ze zegenen in deze tijd van droefheid en pijn en van alle dingen die ze meegemaakt hebben. En we danken u wel dat u de God bent die geneest. Die nog steeds aanraakt en in uw grote liefde wil u uitstrekken. En dank u wel dat het ook voor ons geldt vandaag. U bent de God die een relatie wil met ons. Heer, we hebben vanmorgen een stukje van uw beeld gezien. Heer, we hebben gezien wat de Heer Jezus gedaan heeft. En wat u verteld heeft over u. En we kunnen haast niet wachten om u zelf te mogen zien. Heer, en dat zal geweldig zijn. Heer, ik wil u danken voor de gedachte dat u straks zal zeggen. Je hebt wel gedaan, trouwe zoon, trouwe dochter. Kom binnen in het huis van je Vader. Heer, wij hebben een hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt. Heer, we kunnen u niet genoeg prijzen. Maar dat willen we wel. En dat willen we samen doen in het laatste lied. Amen. Houd het branden met uw heilig vuur. Geef mij olie in mijn lamp, opdat ik gereed zal zijn. Wanneer gij mijn heiland komt, dit uur. Zing Hosanna, zing Hosanna, zing Hosanna, zing Hosanna, tot de Heer, halleluja. Zing Hosanna, zing Hosanna, zing Hosanna, prijs de Heer. Oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Give me joy in my heart, keep me praising. Oh, give me joy in my heart, I pray. Give me joy in my heart, keep me praising. Keep me praising till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Hosanna, sing Hosanna to the King. Give me peace in my heart, keep me resting. Give me peace in my heart, I pray. Give me peace in my heart, keep me resting. Keep me resting till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Give me love in my heart, keep me serving. Give me love in my heart, I pray. Give me love in my heart, keep me serving. Keep me serving till the break of day. Oh, sing Hosanna, sing, sing
Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna to the King. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Amen, amen. Ja, zing Hosanna to the break of day, tot de ochtend komt. Gemeente van Christus, ik mag u zegenen met de liefde van God. Ik mag u zegenen met de aanwezigheid van de Heilige Geest die in u is. En ik mag u zegenen met de liefde van de Hemelse Vader die u zelf lief heeft. Hij is het die zijn Zoon gegeven heeft voor u en voor mij. Zodat we niet langer als wees op aarde hoeven te zijn. Maar we hebben een eeuwig huis, een eeuwige Vader. Een trouwe Vader. Waar we op kunnen vertrouwen, die voor ons zorgt, de week die voor ons gaat. Zo wees gezegend, maar wees ook een zegen. In Jezus' naam. Amen. Aanstaande zondag, niet hier, maar in de andere bioscoop. Denk erom, een gezegende week. Als je gebed nodig hebt, kom naar voren. Er is koffie en thee in de hal en minstens één koekje. In mijn lamp houdt het branden, branden met uw heilig vuur. Heeft mij olie in mijn lamp, opdat ik erin zal zijn, wanneer gij mijn heiland komt, dit uur. Zing Hosanna, zing Hosanna, zing Hosanna to the King, halleluja. Zing Hosanna, zing Hosanna, sing Hosanna, praise the Lord. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Ja.